In zijn meesterlijke novelle Het leven en de dood in den Ast uit 1926 beschrijft Streuvels het harde labeur van drie dagloners in een ast of eest, dat is een droogoven voor sigorijwortelen. In een nacht waarin de landloper Knorre in de ast beschutting zoekt voor de storm die buiten woedt en in de ast sterft, worden de drie geconfronteerd met vragen over de zin van hun leven, over de dood, over de onbereikbaarheid van hun diepste wensen en de zin en vooral onzin ervan. Zoals in het verhaal dat Hutsebolle, de opperdroger, doet aan zijn twee gezellen. Een mens heeft altijd iets waar hij op verslingerd is en naar tracht. Altijd rogge stuiten met koude pap hangt achterna ook de keel uit. Een werkmens moet toch ook iets hebben. Jonkheden stellen hun zin op speelduiven of vechtersganen of op vrouwvolk. Oude mensen krijgen ook nog van die luimen. Bij ons thuis was het een zetel. Vader kwam de keer terug van de markt. En door een open venster moet hij in een rijk huis naar binnen gekeken hebben en daar een zetel zien staan. Dat meubel stak hem allewel de ogen uit. Jongens, zei hij, als we het een keer kunnen doen, kopen we een zetel. Moeder trok de schouders op, want ze wist, de sloren, dat we met sparen en krabbenbijten toch nooit de einden topen krijgen. Als er een stuiver weg lag, kon hij al 10 kanten gebruikt worden om het hoognodige te kopen. De jongens, hun kleren hingen van het lijf, vader liep met de tenen door zijn schoenen, of de pacht moest betaald. Zo wierd de zetel weer een jaar in tak gestoken. Maar bij winteravonden, als we allen rondeneerd zaten, kwam de zetel opnieuw te berden. Vader praatte er zo lang over tot we eraan geloofden als aan iets dat komen moest. Die zetel verbeelde in ons gedacht het grootste geluk. We drongen het mekaar op, zodanig dat we er al zo fel aan geloofden en naar verlangden als vader zelf. Wanneer er van de zetel gesproken werd, was teken dat goed zat. Anders, in tijden van krot en miserie, waren het te gek geweest dat ding te vernoemen. Vader en moeder zijn met dat gedacht en verlangen oude mensen geworden. Heel mijn leven heb ik thuis van die zetel horen spreken, als van een wonder dat ons voorbeschikt was en dat weelde zou meebrengen. Dat bleef al zo aanhouden tot de jongens al groot gekweekt waren en de oudsten begonnen geld in te brengen. Toen mocht het eraf, maar vader noch moeder repten geen woord meer van dien zetel. En toch is het ervan gekomen. Onder ons wierd besloten en op een zondag trokken wij te voet naar stad, heel de bende. We liepen al de straten af, we keken aan al de winkels en eindelijk ontdekten we ons affaire. We kochten een zetel van 58 franken. Omdat ik de oudste was, mocht ik hem dragen, ik plaatste hem de zaten op mijn hoofd en hield hem bij de pikkels. Mijn nek werd stijf en mijn armen blamot van tragen, maar voor geen geld ter wereld had ik hem willen lossen. We brachten ons een schat triomfantelijk naar huis. We waren allen om teven wel gezind en preus met de koop. De eerste avond was het een feest.
vader, moeder hingen er beurtelings in zitten, lijk op een troon. Met hun beste kleren aan ging dat nog. Maar sanderendaags keerde het blad. Moeder Miek eerste opmerking dat niet stond in een huis van arme werkmensen. Haar uitspraak was hetgeen vader uit eerlijke schaamte niet had durven zeggen. Hij ook vond dat het geen ding was voor ons. Die zetel deed daar vreemd. Hij vloekte in het huishouden. Wij zagen het even goed en werden beschaamd dat de geburen er zouden mee lachen. Hij moest uit ons ogen. We waren geen van allen op ons gemak met die zetel bij de neert. Niemand dorst of wilde er nog in gaan zitten, hij stond overal in de weg. En op een schone ochtend was hij verdwenen. Eer we opstonden, had vader hem gekloven en als brandhout aan de neert gelegd. Nooit heeft er nog iemand naar gevraagd. We voelden ons weer gemakkelijk.